We zijn hier bij TW van Noordtomaten in Oude Tongen op het eiland Goeree-Overflakkee. Er worden hier tros cocktailtomaten geteeld onder glas. We zijn het bedrijf in eind 2000 gestart en hebben het bedrijf laten groeien zoals het tot nu is. Mijn gezin, we hebben nog kleine kinderen. Ik heb een gezin met 4 kinderen. Mijn vrouw doet administratief werk op het bedrijf voornamelijk. En sinds kort werk mijn dochter van 13, helpt ze mee met oogsten. Onze tomaten worden verkocht via de Greenery. De Greenery verkoopt de tomaten aan verschillende supermarkten in Nederland, maar ook in Duitsland, Engeland, Scandinavië. Het bedrijf is in stappen gegroeid van 3 naar 6 naar 9 en uiteindelijk nu 14 hectare glas. Werkzaamheden zijn van gewasverzorging, oogsten, verwerken van product. Ik zou de sfeer in ons bedrijf noemen sowieso gezellig, want daar begint het mee. Een goede werksfeer zorgt voor uiteindelijk goed werk. Wij ontvangen hier groepen met scholieren van verschillende klassen. Er zijn groepen met ouderen geweest. En dat vinden we ook leuk om te vertellen in onze buurt wat wij hier aan het doen zijn. De reactie van mensen die de kas bezoeken is vaak verrast van de hoeveelheid tomaten, maar ook van dat er zoveel werk moet gebeuren voordat een tomaat uiteindelijk op je bord kan komen. De groei van een tomatenplant ziet eruit en begint eigenlijk bij de plantenkweker. Daar worden de tomaten gezaaid. Uiteindelijk brengt die plantenkweker een plant van 50 dagen oud bij ons. Die plant gaat groeien en uiteindelijk maakt hij ongeveer elke week 1 tros aan. En er komt er elke keer een tros met bloemetjes bij. Die bloemetjes worden bestoven door de hommels. Die worden dus bezocht en uiteindelijk ontstaat daar zetting plaats en ontstaat daar een tomaatje. Die tomaat gaat groeien. Een 50 dagen, om en bij 50 dagen beginnen ze te kleuren. En als de tros helemaal gekleurd is, knippen we de tros eraf. En uiteindelijk is die dan geoogst. Aan duurzaamheid doen wij verschillende dingen. We zijn bezig om het energieverbruik zo laag mogelijk te krijgen. Anderzijds zijn al het water wat wij te veel geven, doen wij ontsmetten en recyclen. Waardoor het niet in het milieu komt. Wij zijn bezig aan een juist klimaat, maar ook een juist wortelmilieu te creëren. Dat is ook de reden waarom we een Nature Count certificaat hebben gehad. We zijn daar een voorloper in en er wordt op die manier getracht om andere telers ons in dit idee te laten volgen. Nederlandse tomaat is bijzonder omdat het getracht wordt op een duurzame manier geteeld te worden. Is bijzonder omdat wij hier een klimaat hebben waar je onder glas heel goed tomaten kan telen. Ja, tomaat is gewoon een heel gezond product om te eten.